Nou, mijn reactie op de tweet van Wierduk is een voorbeeld van hoe je als wetenschapper in dit debat kunt staan. Door gewoon door feiten aan te dragen, door te nuanceren, door context te bieden. En dat is ook de reden waarom mijn broer Jan Lucas en ik het boek Vijf Eeuwen Migratie hebben geschreven. Wat natuurlijk als historici een veel langer tijdsbestek beslaat, de laatste vijf eeuwen. We zijn hier in het archief van het IISG. En daarin heb je ook heel veel bronnen en materiaal over de geschiedenis van migratie. Ik begin met de 17e eeuw, omdat toen zeg maar de eerste periode van massamigratie in de Nederlandse geschiedenis herkenbaar is. En een van de bekendste auteurs is Pieter de Lacour uit Leiden, zelf zoon van immigranten. En die schrijft dan een boek, en hier hebben we daar een handschrift van. Het welvaren der stad Leiden. En in dat welvaren legt hij uit waarom immigratie zo belangrijk is. Kijk, het debat gaat sterk over migratie is of verrijkend of het is ontwrichtend. Dan wil je alsof je maar één van die twee posities zou kunnen kiezen. En ik denk dat de migratiegeschiedenis van Nederland in de afgelopen vijf eeuwen laat zien dat die geschiedenis veel ingewikkelder is en ook veel interessanter is eigenlijk dan die twee opties. Zoals we in ons boek laten zien is het overigens niet zo dat die de Lacour en al die andere immigranten, dat die allemaal positief werden bejegend. Ook toen was er veel vreemdelingenhaat. En dat Nederland aan de ene kant altijd heeft geprofiteerd tot op de dag van vandaag van migratie en daar ook sterk afhankelijk van is. Aan de andere kant laat de geschiedenis zien dat er ook altijd culturele fricties zijn. Die anti-immigratiestemming die wij in de 17e eeuw zagen, zien we niet alleen nu, maar die zien we geregeld weer opkomen. En bij het ISG hebben we ook het archief van Hans Janmaat. En hier bij een verkiezingsaffiche uit 1983 zie je dat eigenlijk prachtig verbeeld. Dit of dit. De kracht van geschiedenis is natuurlijk het vergelijken tussen vroeger en nu. En je zou het boek eigenlijk heel goed kunnen samenvatten, hè, als je alles overziet, dat we geneigd zijn om veel te optimistisch te zijn over het verleden en veel te pessimistisch over het heden.